Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te mogen zijn om het woord met jullie te delen. Vandaag wilde ik met u het woord ingaan, met jullie het woord ingaan. En het thema van de preek is een nieuw leven voor God. Dat wordt het thema van de preek. En dat, we gaan twee gedeeltes lezen uit de Bijbel. En het eerste stukje, dat komt uit 1 Petrus hoofdstuk 4. Misschien bent u bekend, misschien minder bekend met het met de Bijbel, maar 1 Petrus hoofdstuk 4. Dat staat een beetje achterin. Dat is het eerste stukje wat we met elkaar gaan lezen. We gaan eens kijken wat er staat over het leven naar de wil van God. 1 Petrus hoofdstuk 4. Bij mij staat er boven: leven naar de wil van God. Dat staat er in mijn Bijbel boven. En we gaan gewoon een aantal versen lezen en per vers, dan kunnen we eens kijken wat staat er eigenlijk en wat heeft het voor ons te zeggen vandaag de dag. Ik begin bij vers 1. Er staat, wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. En ik zat daarover na te denken, ik dacht, er zijn zoveel mensen de laatste tijd, de lijdenstijd, veel mensen zijn ook bezig met het lijden van de Heer Jezus Christus. Je volgt het misschien om je heen, je hoort het. Veel mensen zijn daarmee bezig. We denken daaraan in deze tijd. En hier begint eigenlijk, het vers waar we uit gaan lezen, begint er eigenlijk al mee. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. En het is natuurlijk heel mooi om daar aan terug te denken wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Want daar begint het mee. Dat is ook de reden dat we hier zijn. In de naam van de Heer Jezus Christus. En hoofdstuk 3 vers 18 zegt een beetje hetzelfde. Het staat, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dat zegt eigenlijk hetzelfde. Dat de Heer Jezus Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Dan laten we eerst eens kijken, wat staat er eigenlijk in dat eerste stukje? Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Dus het gaat hier over Christus. Het is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft niet alleen voor ons geleden, niet alleen op het kruis, maar eigenlijk is heel zijn leven, van het moment dat hij op de aarde kwam, tot het moment dat hij naar zijn vader ging, was een lijdensweg voor hem. En dat was de Zoon van God zelf, Jezus Christus, die naar deze wereld kwam om voor ons te sterven. Dat zegt ook het tweede stukje, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. En daarom mag ik nu ook vandaag namens de Heer Jezus Christus u vertellen dat de Heer Jezus Christus aan het kruis hing voor u en voor mij en voor ons allemaal, voor onze zonden. En dat Jezus Christus gestorven is om u het eeuwige leven te geven. Het is heerlijk als we met elkaar lezen wat hier staat. Dat hij voor ons stierf, dat hij voor ons leed. Het was niet iets wat hij voor zichzelf deed, maar hij leed voor ons. Het was de liefde van Jezus. En hij stierf voor ons, hij leed voor ons. En er staat wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. En in het vlees kun je ook lezen, in het lichaam geleden heeft. Hij heeft natuurlijk heel zijn leven, van begin tot eind, was een lijdensweg. Maar dat lijdensweg was niet voor hemzelf, maar het was om ons de redding te geven. Voor de mensen zoals wij, u en ik, zondaren. Dat daar redding is door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar gaan we het vandaag nog verder over hebben in deze dienst. En wat dat te betekenen heeft. Maar dat is wel de kern, of het begin van ons hoofdstuk. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. En hij heeft ook voor ons geleden. Het is ook verleden tijd. Christus heeft voor ons geleden. Inmiddels is hij in de hemel. Met beide vader, maar hij heeft geleden, 2000 jaar geleden. En het is zo lang geleden, misschien denkt u, ja, wat heeft dat nu nog voor effect? Het lijden, 2000 jaar geleden, toen, op de dag van vandaag, heeft het dan nog steeds effect? Heeft het dan nog steeds zin? Nou, het woord van God zegt dat het leven van Jezus Christus voor eens en voor altijd is geweest. Maar dat het offer van Jezus Christus voor altijd de kracht heeft behouden. Romeinen 6 vers 10 zegt, want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Dus het leven van Jezus Christus was eens
Voor altijd is dat offer geweest, 2000 jaar geleden aan Gogota. Maar we denken elk jaar opnieuw nog terug, niet alleen in de paastijd, maar ook het hele jaar door, mogen we nadenken wat het offer van Jezus Christus te betekenen heeft. Omdat het iets te zeggen heeft voor u en voor mij. Omdat het iets te zeggen heeft voor mensen die zonde gedaan hebben. Omdat het de weg is naar bevrijding van die zonde. Omdat het de weg is waardoor wij mogen leven met Christus naar de wil van God. Straks gaan we daar nog verder over nadenken, wat het nou te betekenen heeft. Maar het is heel belangrijk dat we met elkaar weten dat Jezus Christus leed aan dat kruis voor ons. En de vraag die daar natuurlijk naar ons toe komt, is de vraag, wat betekent dat eigenlijk voor ons? Wat betekent het eigenlijk dat hier staat, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft? Dat kruis 2000 jaar geleden, wat heeft dat eigenlijk voor inhoud in uw leven? Wat heeft het voor effect? Is het iets wat lang geleden is gebeurd, wat u ziet als een stukje geschiedenis? Of is het iets waarvan zegt, ja, Jezus Christus, die is voor mij gestorven aan het kruis. En door zijn sterven is voor mij een nieuw leven begonnen. Is het leven met Christus begonnen? Straks gaan we het hebben over de inhoud daarvan. Maar dat is een belangrijke vraag die we aan elkaar mogen stellen. En hoe heerlijk is het als we daar kunnen zeggen dat dat ons leven is. Dat hij voor ons gestorven is, maar ook leeft. Ik zal er ook over nadenken, dat staat omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Dat betekent dat het ook een keer is geëindigd. Jezus Christus is nu bij de Vader. Hij is opgevaren, hij is bij de Vader. En je zou kunnen zeggen dat hij nog steeds meeleidt met zijn gemeente, omdat wij hier op aarde nog lijden, als christenen van zijn lichaam. Maar het lijden van een christen is niet voor eeuwig. Het lijden van Christus is ook niet voor eeuwig. Dat eindigt. En zijn lijden zal eindigen in een overwinning. Er zal een tijd zijn van volkomen vreugde. Als Jezus Christus terugkomt, als daar de overwinning is, over de zonde, over de dood, maar ook over de Satan. En dan is daar volkomen vreugde. Dus het lijden waar het hier over gaat, is iets wat een keer stopt. En als we met Christus leven en wij zijn met hem verbonden, dan stopt ons lijden ook een keer. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook, u zich wapenen met dezelfde gedachten. Dus er zit een soort verbinding in. Het is niet iets van, het is toen gebeurd en het heeft niets met ons te maken. Nee, het is ook iets voor nu. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. En dan gaat het over ons. Zoals Jezus Christus stierf, zo staat hij eigenlijk ook. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Gaat het ineens over een verbinding tussen Christus, wat hij gedaan heeft, en wat wij doen en wie wij zijn. Want er staat, u moet zich wapenen met dezelfde gedachten. Dus die twee hebben iets met elkaar te maken. Maar wat heeft dat nou met elkaar te maken? Eerst even over het woordje wapenen. Het woordje wapenen, dat is iets van een militaire term, zou je kunnen zeggen. Als je wapent, dan Dat geeft een soort kracht aan. En die gedachte die we dus hebben is een wapening, is een belangrijke gedachte. Het is niet zomaar iets wat je denkt, van een losse gedachte. Maar het is iets wat ons kan helpen in strijd. En er is natuurlijk ook strijd in deze wereld. Er is heel veel strijd in deze wereld in militaire zin. De geschiedenis in Oekraïne zal niemand ontgaan zijn. Maar het is ook een geestelijke strijd. Het is ook een strijd tussen God en de Satan. Er is ook een strijd tussen het leven van God en het leven en het volgen van de Satan. Dat gaat tegen elkaar in. En wij zijn hier als mensen op deze wereld in een gigantische strijd verwikkeld. En als u de Heer Jezus Christus wil volgen en u dient hem, dan krijgen we te maken met strijd. Dat kan niet anders. Dan krijgen we te maken met zonde die ons aanvalt. Met zonde waarvan de boze wil dat we die gaan doen. En dan moeten we ons daartegen wapenen. We moeten daartegen strijden om hem te kunnen dienen. Dat is niet iets wat vanzelf gaat. Maar het is ook niet iets wat onmogelijk is. Want het woord van God zegt hier dat we ons mogen wapenen met de gedachte. Nou, wat is dan die gedachte? Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden de dienen van de zonde. Nou, het gaat hier natuurlijk in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. Want we begonnen ermee dat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Dus het gaat over het lijden en sterven van Christus. Over het lijden van hem. En ik zat over na te denken dat Jezus Christus niet alleen geleden heeft, maar ook gestorven is. Dus het leven wat hij had, aan in lichamelijke zin, dat leven is beëindigd. En we weten dat Christus natuurlijk nooit gezondigd heeft, dat hij de rechtvaardige was.
Maar zijn leven is wel gestopt, geëindigd. En als wij blijven leven naar ons eigen leven, dan dienen wij de zonde. Maar als dat leven ook eindigt, net als het leven van de Heer Jezus Christus, niet lichamelijk, maar geestelijk, dan zal het, dan wordt waar wat hier staat. Dan is het opgehouden met het dienen van de zonde. Dus door te sterven met de Heer Jezus Christus, kunnen wij stoppen met het dienen van de zonde. Misschien is dat onbekende taal voor u en zegt u, nou, waar heeft u het over? Sterven met de Heer Jezus Christus betekent dat we dan ook aan een kruis moeten gaan hangen en dat we lichamelijk vastgenageld moeten worden aan een kruis en met hem moeten sterven? Nee, dat betekent het gelukkig niet. Want er werd net gezegd dat het offer van Jezus Christus voor eens en voor altijd was. Dus het offer van de Heer Jezus Christus hoeven wij niet na te doen. Dan zouden we juist geen gebruik maken van het offer. Maar het offer van Jezus Christus is juist gegeven om ons te bevrijden van de zonde, zodat wij voor hem kunnen gaan leven. Als vergeving van de zonde. En zoals Jezus Christus stierf aan het kruis, zo mogen wij met hem sterven aan het kruis, maar niet aan ons lichaam, maar aan onze oude mens. Dus de mens waarmee we geboren zijn geworden, waarin we leven op deze wereld, waarin we zonde doen, waarin we de wil van de zonde doen, waarin we misschien proberen te strijden tegen de zonde en dat het niet lukt. Misschien herkent u dat, dat u het goede wil doen en u bent bezig om het goede te doen. En telkens als u daarmee bezig bent, dan loopt u vast. Of dan loop je vast. En dan denk je, ik wil zo graag het goede doen, maar het lukt niet. Nou, dat is een bekende strijd van de christen. Dat is een bekende strijd. En zo heel veel mensen herkennen dat. Maar hoe heerlijk is het dan om te mogen zeggen, Heer Jezus Christus, ik kan deze strijd niet winnen. Ik kan niet leren om voor u te leven. Het lukt me gewoon niet. En dan zegt de Heer Jezus Christus, maar ik ben voor jou gestorven aan het kruis. Ik ben voor jou gestorven. En als jij eigenlijk je leven aan me geeft. Hij zegt, Heer Jezus, hier is mijn leven. Ik kan niet overwinnen in de zonde. Maar ik wil sterven aan mezelf. Aan mijn eigen wil. Aan mijn eigen ik. En ik wil u gaan volgen. En ik ga doen wat u zegt. En dan komt de Heer Jezus in je leven. Dan sterf je als het ware aan jezelf. En dan mag je de Heer Jezus gaan volgen. Dus als we het hebben over het dienen van de zonde, dat doen we, maar als we sterven in het vlees, dan stopt dat eigenlijk. En dan mogen we hem gaan volgen. Dus als het hier gaat over het ophouden met het dienen van de zonde, dan gaat het hier over sterven aan onszelf. Het gaat hier eigenlijk ook over de doop. Want de doop is niet alleen maar een plek waar water is, een bak vol met water, waarin Mirjam straks onder water gaat en weer naar boven komt. Als een soort, ja, we zien het gebeuren, maar het heeft natuurlijk een betekenis. Ik denk dat Mirjam er wel over gesproken zal hebben. Ik heb gehoord dat ze heel veel mensen daarover heeft verteld. Dat ze zich laten dopen. Ik weet niet of je ook hebt verteld wat er dan gaat gebeuren. Maar hoe heerlijk is het als we met elkaar kunnen zeggen, we leven niet meer voor onszelf, maar we leven voor de Heer Jezus Christus. Er zit ook nog een andere gedachte in. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. En dat is erover dat wij als christen ook best wel moeilijke situaties mee kunnen maken. Want de Bijbel zegt dat als we de Heer Jezus volgen, dat het wel eens moeilijk kan worden in ons leven. En u ziet misschien die post daar aan de muur hangen, een ranglijst christenvervolging staat erbij. En daar staan allemaal, dus hier vandaan niet te lezen, maar heel veel landen waar christenvervolging is. Vorig jaar waren het 340 miljoen. En dit jaar zijn er 360 miljoen. Dus in één jaar tijd zijn er 20 miljoen mensen bijgekomen die worden vervolgd omdat ze christen zijn. Die bijvoorbeeld hun huis kwijtraken. Wordt gewoon afgepakt, ingepikt. Die hun baan kwijtraken. Die geïntimideerd worden. Die door familie onder druk worden gezet. Er zijn vele moeilijke dingen om ons heen die gebeuren. En als wij lijden en moeilijke dingen meemaken, hier in Nederland valt het nogal mee, maar in heel veel landen is het echt moeilijk om de Heer Jezus te volgen, dan worden we ook meer met de Heer Jezus. Worden we meer één met de Heer Jezus Christus, die zelf leed. Als we nadenken over het leven van Jezus, dat het een lijden was, en we lijden zelf ook met ons mee, dan worden we daarin meer één met de Heer Jezus Christus. En ik heb zomaar een kort verhaaltje, een getuigenis, van iemand die weet wat lijden is. En dus het verhaal van Sarah. En Sarah die woont in Egypte. En Sarah is een christen.
Zij schrijft erover wat het betekent om vervolgd te worden. Het is een groot wonder dat Sarah nog leeft. Het is een schuilnaam overigens. Terwijl ze haar verhaal vertelt, zit haar dochter gezellig naast haar en maken ze samen grapjes. Sarah vertelt ondertussen over de gruwelijke aanslag op haar leven. Ze laat heftige foto's zien. Lastig om naar te kijken, maar voor Sarah zijn die foto's deel van haar getuigenis. De Heere God redde haar leven. Sarah was boodschap aan het doen in een drukke straat, toen ze ineens een scherp voorwerp voelde. Ze werd midden op de straat neergestoken. Sterf, smerige christen, schreeuwde een man. Sarah voelde zich slap worden en viel op de grond. Ik voelde geen pijn op dat moment, vertelt Sarah als ze terugdenkt aan die bewuste dag. Ik moet in shock zijn geweest. Later hoorde Sarah van omstanders wat er na de aanval gebeurde. Terwijl ze bewusteloos op de grond lag, bleef de aanvaller in haar buurt. Hij had kleding aan, zoals extremistische salafisten die dragen, een stroming binnen de islam. De man bleef haar beledigen en uitschelden, alsof hij wist dat wat hij gedaan had geen grote consequenties voor hem zou hebben. De aanvaller is nooit berecht voor zijn daden, vertelt Sarah. En dat is iets waar ik me zorgen voor maak, want deze keer was ik het. Maar wat als mijn dochter het volgende slachtoffer is? Het verhaal van Sarah is niet uniek, het is overigens waar gebeurd. Hoewel de Egyptische overheid vervolging in principe afkeurt, ontlopen extremisten die christenen aanvallen vaak een straf. De aanvallers worden bestempeld als mentaal verward en daarom vrijgelaten. Soms wordt een zaak gewoon niet onderzocht. Sarah en de dochter komen niet meer in de straat waar de aanval plaatsvond. Ze zijn vaker bang dan voor de aanval. Maar de aanval heeft hen niet verbitterd. Sarah is ook niet boos. Ze heeft de aanvallen vergeven en ze bidt regelmatig voor hem. Ik hoop dat de Heere God zijn hart aanraakt, zegt ze met een lach. Haar relatie met de Heere God is na de aanval alleen maar sterker geworden. Ik ervaar innerlijke vrede en liefde, vertelt ze. Tot zover. Dit getuigenis staat overigens op de website van Open Doors. Dus je kan daar ook veel meer van dat soort getuigenissen lezen. Maar wat mij trof in dit getuigenis was dat ze iets vreselijks meemaakte. Ze werd neergestoken door een onbekende man. Maar ze is niet verbitterd. Ze is niet boos op die man. Ze haat hem niet, maar ze heeft hem vergeven. Ze bidt voor hem. En ze zegt ook dat haar relatie met de Heere God na de aanval sterker is geworden. En ik geloof dat het ook zo werkt. Dat als we lijden, als we moeilijke dingen meemaken. Misschien maak je nu al moeilijke dingen mee in het leven. Het kunnen ook dingen zijn omdat we vervolgd worden om de wil van de Heer Jezus Christus. Dan worden we meer één met de Heer Jezus Christus. Want hij leed ook. Dan worden we op die manier ook één. Zomaar een stukje van wat er om ons heen gebeurt in de wereld. En dan ga ik naar vers 2 van 1 Petrus 4. Er staat een belangrijke oproep. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, je zou kunnen zeggen hoe lang je nog te leven hebt op deze aarde, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Ik weet niet hoe oud u bent en hoe lang u nog denkt te leven op deze wereld. Misschien denk je dat je nog 50 jaar te leven hebt, omdat je heel jong bent. Of misschien nog wel langer dan 50 jaar. Misschien bent u al wat ouder en denkt u niet zo lang meer te leven te hebben. De werkelijkheid is natuurlijk dat we het niet weten. Want we weten niet hoe lang we op deze wereld hebben te leven. Het kan ook zijn dat we een ongeluk hebben. En dat het leven veel korter is dan dat we denken. Maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit hoe lang we nog op deze wereld leven. Maar de vraag is wel, wat we hier dan nog doen in de tijd die voor ons ligt. En de Bijbel die geeft ons hier een oproep, eigenlijk ook een keuze. En Petrus die schrijft dit en hij zegt, om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. En die keuze die ligt hier eigenlijk ook vandaag op tafel, zou je kunnen zeggen. Wat is de keuze die u wilt met de tijd die nu voor u ligt? Is dat de begeerte van mensen volgen, je zou kunnen zeggen, doen waar je zin in hebt. Wat heel veel mensen om ons heen doen. Doen wat prettig is, wat fijn is. Onze tijd invullen zoals we het zelf willen. Of zeggen we, nee, ik wil de Heere God volgen. Ik wil naar de wil van God leven. Hem wil ik volgen. Nou, het is natuurlijk niet moeilijk om te zien wat de Bijbel hier zegt. Die roept ons op om naar de wil van God te leven. Omdat Gods wil het allerbeste is voor ons leven. Omdat Gods wil ook leven met de Heer Jezus Christus is. Omdat Gods wil ook leven is met Hem.
En daarom zou ik u ook willen oproepen om naar de wil van God te leven. Om de Heer Jezus Christus te gaan volgen. Om niet meer te leven voor onszelf, maar te leven naar de wil van God. En als dat hier zo staat in vers 2, dan zit er eigenlijk geen tussenweg in. He, er staat hier, er zijn twee opties. Of we leven naar de begeerte van mensen, of we leven naar de wil van God. En heel veel mensen vinden dat moeilijk. Die zeggen, nou, ik wil wel leven naar de wil van God, voor 80% of voor 95%. Maar er zijn ook dingen in mijn leven die wil ik zelf in de hand houden. Misschien herkent u dat. Een stukje begeerte van mensen, een stukje dingen die ik altijd heb gedaan. Een stukje de dingen die, ja, die bij me passen of die ik graag wil doen. Maar de Bijbel die zegt, laten we dat niet doen, dat kan ook niet. En een van de versen waar dat heel duidelijk in staat, is Matteüs 6. Daar is de Heer Jezus zelf aan het woord, vers 24. Matteüs 6, vers 24, daar staat... Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en een mammon. Nou, hier is de mammon de god van het geld, maar je zou het ook als een soort demon kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, je kunt niet God dienen en de Satan. Je kunt niet God dienen en de wil van de wereld doen. Het kan niet allebei, want het begint ermee, of je zal de een haten en de ander lief hebben. Dus het kan niet zo zijn dat je zegt, ik wil de Heere God dienen en ik wil hem volgen, maar ik heb ook mijn eigen leven lief. Dat kan niet. De Bijbel zegt dat je het ene haat en het andere lief hebt. Dat is best wel een scherpe boodschap die hier ligt. En ik zou u willen vragen om naar de wil van God te leven. Om niet te zeggen, uiteindelijk, ik heb mijn eigen leven lief en ik haat God. Dat is eigenlijk wat er staat. Maar laten we leven naar de wil van God. Laten we doen en in zijn gemeenschap leven. Om met hem te leven. En Paulus, Petrus die spreekt hier tegen de mensen die het leven met God kennen. Die weten wat het is om de Heere God te dienen, om voor hem te leven. En daarom, dan zegt hij ook, en dan komt hij in vers 3, tot een soort punt zou je kunnen zeggen. Want wij hebben, zegt hij, de voorgaande tijd van ons leven, de tijd die al geweest is, die we al hebben doorgebracht, onze geschiedenis, lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. En ik had hier met de tieners over, een aantal maanden, een weken terug, misschien weten de tieners nog wel. Dan staat nogal een rijtje met zonden, met moeilijke dingen die mensen hebben gedaan. En losbandigheid, begeerte, gaat over seksualiteit. Dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen, gaat over hoe we omgaan met eten en drinken. En allerlei walgelijke afgoderij. En Petrus die schrijft hier tegen die gemeente en hij zegt, ja, dit is jullie geschiedenis. Dit heb je vroeger gedaan. Dit is de voorgaande tijd van je leven. En is dat nu, gaat dat nu eigenlijk nog verder of stopt dat? En hier staat een heel stellige zin en er staat lang genoeg. In mijn Bijbel staat er een dikke streep onder. En het raakt me altijd best wel als ik dit lees. Want er staat eigenlijk, want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En ik wil eens vragen aan u of dat bij u in uw leven ook zo is. Dat er in uw leven lang genoeg is geweest. Dat je hebt gezegd, het is klaar. Ik wil de wil van de dingen die ik vroeger heb gedaan, de zonden waar ik vroeger plezier in had, de dingen waar ik vroeger van genoot, ik wil het gewoon niet meer. Ik wil gewoon niet meer leven voor de wereld, maar ik wil leven naar de wil van God. Er komt een dikke punt achter het leven van de wereld. Lang genoeg, het moet klaar zijn. En die vraag zou ik aan mezelf stellen, maar ook aan u. Is dat een punt in uw leven geweest dat u zegt, ja, vanaf dat moment is dat veranderd? Misschien is dat wel geweest toen u werd gedoopt. Misschien is dat geweest toen u de Heer Jezus Christus hebt aangenomen. Misschien is dat punt geweest tientallen jaren geleden, misschien is het een week geleden. Daar gaat het even niet om. Maar het gaat erom of er in ons leven een punt is gekomen dat je hebt gezegd, er is een einde gekomen aan het leven voor de wereld en het nieuwe leven met de Heer Jezus Christus. Dat is begonnen. Als dat nog niet zo is, als je zegt, ja, dat herken ik eigenlijk helemaal niet. Er is eigenlijk helemaal geen lang genoeg. Ik wandel in de wil van de heidenen. Misschien vindt u het lastig, misschien struit u dat tegen. Maar zit u in zo'n fase van, ja, wat wil ik eigenlijk? Wil ik de wil van God leven? Wil ik de wil van mijn eigen wil doen? Dan zegt de Bijbel hier,
Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Dus ik zou eigenlijk vragen nu, stop er dan vandaag mee om de wil van de heidenen te doen, om de wil van de duivel te doen, want die zit daarachter, en om de wil van God te gaan leven. Dat is de oproep die ik vandaag bij u neer wil leggen, om Gods wil te doen. Misschien zegt u, waarom zou ik eigenlijk Gods wil gaan doen? Als ik dit zo lees, dan is het misschien best wel prettig om je eigen keuzes te kunnen blijven maken. Om te doen wat je zelf wilt. Om je eigen regie te houden in het leven. Want als je het zo leest, dan is het leven naar de wil van God ook een leven waarin God het voor het zeggen heeft. Natuurlijk is dat waar. Dat God het dan voor het zeggen heeft. Maar hoe heerlijk is het als wij naar zijn geboden gaan wandelen. Als we gaan leven naar zijn wil. En als de Heer Jezus Christus in ons leven gaat werken. Dat hij in ons leven gaat wonen. Want dan verandert ons leven. Dan worden de dingen die daar staan in vers 3, dan worden dat nare dingen om op terug te kijken. Ik denk dat de meeste mensen daar, als ze erover nadenken wat ze vroeger hebben gedaan, niet met plezier op terugkijken. Ik kijk niet met plezier terug op de tijd voordat ik de Heer Jezus kende. En het hoeft niet zo te zijn dat al die dingen die hier staan, dat die ook voor u hebben gegolden. Het hoeft niet zo te zijn dat u losbandig was en dat u in begeerte was, dronkenschap. Het gaat niet erom dat het hele rijtje van toepassing is. Met de tieners hadden we het erover en die begrepen hem heel goed. Die zeiden, oh, maar misschien kan ik daar ook wel mijn eigen dingen invullen waar ik moeite mee heb. En ik denk dat we allemaal wel dingen kunnen opschrijven waar we moeite mee hebben gehad. Waar we mee hebben geworsteld en hebben gestreden. En daarom wil ik bij u neerleggen, laten we daarmee stoppen en de Heer God gaan volgen. Misschien zegt u, ja, dat klinkt allemaal mooi, de Heer God volgen, maar hoe moet ik dan de Heer God volgen? Hoe moet ik dan voor hem leven? Want als dit hier staat, dan is het dus wel ernstig. Dat is het ook. Het is echt wel ernstig wat hier staat. Bijvoorbeeld vers 5 is ook zo'n vers die de ernst laat zien. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die leven waar ze zin in hebben, maar ze vergeten dat aan het einde van dit leven er iemand is die ons leven oordeelt, waar we verantwoording voor moeten afleggen. Wat we hebben gedaan in ons leven, wie we hebben gevolgd, hoe we onze tijd hebben doorgebracht, of we de begeerte van mensen hebben gevolgd, of naar de wil van God hebben geleefd. En degene die voor ons, die daar gereed staat om te oordelen, is Jezus zelf. Want het woord van God zegt dat het oordeel is gelegd in de handen van Jezus, in de handen van de Heer Jezus. En als we nu naar de Heer Jezus toe gaan, dan is hij daar als de verlosser. Als degene die voor ons in het vlees geleden heeft. Als degene die voor ons hing aan het kruis. En die vandaag u aanbiedt om de Heer Jezus te gaan volgen. Die vandaag u aanbiedt om al die zonden welke u ook gedaan hebt. Misschien staan er zonden bij in vers 3 die u herkent. Misschien zijn er andere dingen in uw leven. Ik denk dat u best wel weet welke dat dan zijn. Hij biedt u aan om die te vergeven. Om die op de Heer Jezus Christus te leggen. En om te zeggen, vandaag mag ik al die zonden leggen op de Heer Jezus Christus. Want hij wilde sterven voor u. Wat er ook staat, hè? Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Hij heeft het gedaan voor u. Hij heeft het gedaan voor mij. Hij heeft het gedaan voor ons allemaal. En niemand die hier zit vandaag in deze kerk, die kan zeggen dat Christus niet voor hem aan het kruis stierf. Hoofdstuk 3 vers 18, ik ga er dan even naar terug, zegt eigenlijk hetzelfde, heel mooi. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was. Hij had niets verkeerds gedaan. Hij was zonder zonde. Voor onrechtvaardigen. Voor mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Voor zondaren. En zo komen we allemaal op de wereld. Omdat hij ons tot God zou brengen. Dat is zijn verlangen. Het is niet zijn verlangen om u te veroordelen. Het is zijn belangen dat u gered wordt. Dat uw zonde vergeven wordt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat hij met zijn bloed uw zonde kan vergeven, reinigen. En dat er een nieuw leven kan komen. En geen leven met een spoor van destructie. Een spoor waarin we dingen kapot maken. Want als we hier zien losbandigheid, begeerte, dronkenschap. We weten allemaal wel waar dat toe leidt. Wat het effect is van verkeerde keuzes. Misschien ziet u ze in uw eigen leven. Dat de dingen verkeerd zijn gegaan. Waar u spijt van hebt. En waarin u misschien wel de schadelijke gevolgen ziet in uw kinderen of andere mensen om u heen. Dingen die soms niet eens meer te herstellen zijn. En daarom roept het woord van God ons daartoe op om naar de wil van God te leven. En de Heer Jezus Christus te volgen. En het is niet iets onmogelijks. Het is niet iets onmogelijks om de wil van God te doen. Maar hoe moet dat dan?
Want hoe kunnen we nou voor de Heer Jezus gaan wandelen? En hoe kunnen we nou naar de wil van God gaan leven? Daarvoor wil ik graag met u naar een ander stukje wat daar wat meer over zegt. En dat is Romeinen 6. Romeinen 6 gaat ons vertellen hoe dat allemaal moet. Ik hoop dat het voldoende duidelijk is hoe belangrijk het is om naar de wil van God te leven. Maar hoe doen we dat dan? Zeker als we leven in een wereld met zoveel zonde om ons heen, met zoveel verleiding om ons heen, met zoveel mensen om ons heen die ons misschien ook wel mee willen nemen in de zonde. Hoe kunnen wij daar dan tegenstand tegen bieden? Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven liggen, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? En dan komt eigenlijk de betekenis van de doop naar voren, vanaf vers 3. En u ziet hier die bak met water heus wel staan die voorin is. Straks gaat Mirjam onder water. Maar wat gaat er dan gebeuren? En waarom laat ze zich eigenlijk dopen? En wat heeft dat te maken met het leven naar de wil van God? Dat heeft alles met elkaar te maken. Want in vers 3 wordt de basis eigenlijk gelegd. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dus dopen heeft iets te maken met dood. Dat betekent niet dat als we hier in het water gaan, dat we sterven in lichamelijke zin. Gelukkig niet. Maar het betekent wel dat er iets anders gebeurt. Dat we eigenlijk één worden met de Heer Jezus Christus. Vers 4 lees ik er ook even bij. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En daar stop ik even. Dus de doop is in de eerste plaats sterven. En waar sterven we dan eigenlijk aan? We sterven aan ons leven wat we voor onszelf wilden leven. Aan onze keuzes waarin we onze eigen wil wilden doen. Waarin we eigenlijk, misschien wel zonder dat we dat wisten, de wil deden van de duivel. En staat in vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop. Vers 3 zegt hetzelfde. Wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn. Dus de doop heeft alles te maken met wat Jezus Christus gedaan heeft. Nou, er staat hier achter een kruis. Wat Jezus Christus gedaan heeft, was sterven voor ons, voor u, voor mij. En we hoeven dus niet aan dat kruis, in lichamelijke zin, gelukkig niet. Wat wij wel mogen doen, is uitroepen naar de Heer Jezus Christus. Als ik de zonde dan niet meer mag doen, als ik dat dan niet mag doen, hoe moet dat dan? En als u zoveel last heeft van uw zonde, dat u zegt, hoe moet ik leven voor God? Hoe kan ik rechtvaardig leven voor God? Dan is hier het antwoord. Geef uzelf over aan de Heer Jezus Christus. En geloof in hem, dat het offer van Jezus Christus ook voor u was. Aanvaard dat offer. Bekeer u van uw slechte levenswandel. Geef uw zonde aan de Heer Jezus Christus. En geloof dat het bloed van de Heer Jezus Christus uw zonde bedekt. Dat God de Vader naar u kijkt. En niet meer in toorn omdat er zonde is in uw leven. Maar dat hij Jezus Christus ziet. Dat is eigenlijk wat de boodschap van het evangelie is. En hier staat het op. Als wij sterven met de Heer Jezus Christus, dan betekent dat dat wij sterven aan onze eigen ik die vasthoudt, die de baas wil spelen, die eigen keuze wil maken, die de zonde wil doen, die dat allemaal wil doen. En wij mogen daaraan sterven. En ik moet denken aan iets wat heel lang geleden gebeurd is. Toen was ik nog een stuk jonger. Mijn broertje die was aan het spelen, inmiddels is die jongen ook volwassen, maar toen was hij nog een jaartje of 5. En hij was aan het spelen bij ons in de wijk. En er was daar een plek en ik wist wel dat je daar niet moest komen. Ik was toen denk ik 10. Maar mijn broertje wist dat niet. Die was 5. En dat zag eruit als een zandvlakte. Dat was het ook. Maar hij liep daar doorheen met zijn laarsjes. En terwijl hij daar aan het lopen was, met zijn laarsjes door die zandvlakte, gebeurde er iets. Hij kon zijn voeten steeds minder makkelijk uit het zand halen. En hij begon weg te zakken in het zand. Wat het daar was drijfzand. Waarom dat daar in die wijk was, weet ik niet, maar er was drijfzand en hij stond daar op de duur midden in dat drijfzand. En hij zakte weg en hij kon zijn voeten niet meer omhoog trekken. Hij kon niet meer weg uit dat zand en hij zakte en hij zakte en hij zakte weg. Nou, toen is een hele moedige vrouw uit de buurt gekomen, die is door dat zand heen gelopen en die heeft mijn broertje toen meegenomen. Zijn laarzen stonden nog in het zand. Maar het jongetje was gered. Als die vrouw er niet was geweest, ik weet niet wat er was gebeurd,
We lezen wel vaker verhalen dat drijfzand enorm gevaarlijk kan zijn. Het zuigt je naar beneden. En hoe harder je trekt, hoe dieper het zuigt. Hoe harder het zuigt. En hoe harder je naar beneden zuigt. Dat zuigen, dat drijfzand, dat is eigenlijk wat dat ons eigen ik doet. Het zuigt ons naar beneden. Het zuigt ons naar beneden, naar de wil van de boze. En dat is hetgene waar we aan mogen sterven. Dat wil zeggen dat eigen ik, wat we naar beneden zuigt, wat elke keer gericht is om de zonde te doen, wat me dus afhoudt van het leven met God, dat zuigen, daar mag ik aan sterven. En dan de dood klinkt natuurlijk heel negatief. Maar als je aan zoiets naars sterft, wat je van God afhoudt, dan is het juist heerlijk. Dus het is juist heerlijk om te sterven aan dat oude ik, zodat het niet meer nodig is om de wil van de zonde te doen. Zodat je niet meer als het ware getriggerd wordt of gedwongen wordt om de wil van de zonde te doen. Maar als dat alles was geweest en we hadden nu een punt gezet, dan denk ik niet dat Mirjam zich vandaag had laten dopen. En dan had ik het ook niet gedaan, vroeger. Maar er staat nog wat bij in vers 4. We worden niet alleen met hem begraven door de doop in de dood. Begraven betekent ondergaan, daarom gaat Mirjam ook onder. Er gebeurt ook iets anders. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En op het moment dat je sterft aan jezelf, aan je oude mens, gaat er ook iets prachtigs gebeuren. Er komt ook iets nieuws voor in de plek. Jezus Christus ligt ook niet meer in het graf. Jezus Christus stierf aan het kruis, hij werd begraven, maar na 3 dagen, 3 nachten stond hij op uit de dood. De opstanding. Met Pasen, over een week, dan is het Pasen, dan wordt dat op veel plekken verteld. Dat Jezus Christus opstond uit de dood. En niet alleen het sterven van Jezus was een eenmalige gebeurtenis, maar ook de opstanding is een cruciale gebeurtenis, omdat hij niet alleen opstond uit de dood, maar dat ook iets is wat voor ons mag gelden. Dat wij ook een nieuw leven krijgen. En dat is niet het oude leven waar we aan zijn gestorven, maar het nieuwe leven in Christus. Het nieuwe leven met de Heer Jezus Christus. En dat nieuwe leven, dat zie je niet aan de buitenkant. Dat zie je niet ineens, maar dat is er wel. Het nieuwe leven. En dat nieuwe leven gaat ons helpen en dat maakt het mogelijk om naar de wil van God te leven. Dan wordt het heerlijk om Jezus wil te doen. Om vervuld te worden met de vrede van God. Om te weten dat God naar je kijkt door de ogen van de Heer Jezus Christus. Dat je niet veroordeeld wordt voor de zonde die je hebt gedaan. Dat je niet afgerekend wordt, maar dat je vergeven bent, bevrijd bent. En dat je een nieuwe schepper bent in de Heer Jezus Christus. En dat je met hem mag gaan leven. Het is heerlijk. Dus de opstanding met de Heer Jezus Christus, dat is een moment. Maar daarna staat er, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dat nieuwe leven is precies de tijd die nog komt vanaf nu tot je dood. En eigenlijk ook nog daarna. Want als we sterven, dan sterven we eigenlijk alleen maar aan ons lichaam. Zoals Jan van Nassau zei, zijn broer van Willem van Oranje, die had een wapenschild. Heel veel bekende ridders en edelmannen hadden een soort wapenschild of zo'n vlag waarop een soort spreuk stond. Hij had er ook een. En zijn spreuk was, wie sterft eer hij sterft, sterft niet als hij sterft. Mooi, hè? Als je sterft voordat je sterft, als je sterft hier, niet per se hier in deze bak, maar aan jezelf, als je sterft aan jezelf, als je weet, de Heer Jezus Christus wordt mijn nieuwe leven, op het moment dat je dan sterft, dat dan het moment komt dat je je laatste adem uitblaast, dat je lichaam sterft, dan sterf je niet meer echt, want je bent al gestorven. En je leeft met Christus. En dan wordt de doop een heerlijk iets. En het is natuurlijk niet zo dat op een moment dat je onder water gaat, dat dit dan allemaal gebeurt. Maar als het goed is, en Mirjam heeft ervan getuigd, is dat leven al lang werkzaam. Mirjam heeft al lang verteld dat ze de Heer Jezus wilde volgen. Dat ze niet meer haar eigen ik wilde doen, maar dat ze de wil van de Heer wilde volgen. Dat ze God wilde volgen. Dat is al lang gebeurd. En dit is een visuele weergave, zou je kunnen zeggen. Niet alleen voor ons, maar ook voor het rijk van de hemelse gewesten, wat hier gebeurt. Dat Mirjam zegt vanaf, nou, nu mag iedereen het zien, straks gaat ze van getuigen. Ik wil niet meer leven voor mezelf, maar ik wil leven door Christus. En Christus leeft door mij. Vers 5 zegt eigenlijk hetzelfde, alleen met andere woorden. Dat vind ik heel mooi wat er staat. Want als wij met hem één plant zijn geworden, dat is nogal wat. Eén plant.
Nou, het woord plant, ik zie dan een plant vormen. Maar dan eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die plant Christus is. Maar dat wij ook in die plant zijn, maar het is een eenheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het verschil is er niet meer. Johannes 15 heeft het over een wijnstok, dat we in de wijnstok worden ingeënt. Dan zijn we ook een eenheid. En dan zou je kunnen zeggen, dat als je met Christus bent gestorven en met opgestaan, dan is dat leven met de Heer Jezus Christus zo één geworden, dat je het niet meer uit elkaar kan trekken. Dat staat hier eigenlijk, hè? Want als we met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, we zijn met hem gestorven, daarin zijn we één, dan zijn we ook één met hem in zijn opstanding. Dit weten wij toch, 6:6, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Die is dood. Die oude mens, die oude Albert, die is er niet meer. Die oude Mirjam is er niet meer. En als u zelf ook met hem gestorven bent, dan is uw oude mens dood. En uw oude mens is dood en dat is... Ja, dat is toch heerlijk. Ik moet denken aan het voorbeeld van een man die veel schulden had. Had een miljoen schuld. En toen stierf die man. Moest hij toen dat miljoen nog terugbetalen? Moest hij dat nog doen? Dat kan niet meer, want hij was gestorven. Dus hij was de schuld die op hem lag, dat miljoen, die hij eigenlijk moest terugbetalen, waar hij misschien heel zijn leven over zou doen, misschien dan nog niet. Die schuld die was eigenlijk niet meer op hem van toepassing, want hij was gestorven. Nou, zo is het in geestelijk opzicht ook zo met ons, dat wij, als wij zonde hebben gedaan in ons oude leven, we sterven eraan, dat die schuld niet meer bestaat. Dat betekent niet dat er wel eens dat er keuzes kunnen zijn gemaakt waar we nog steeds moeite mee hebben. Als we iemand vermoorden en we worden opgepakt door de politie, we worden veroordeeld door de rechter voor 15 jaar cel, zeg maar iets, dan moeten we die straf uitzitten. Ook als wij in de gevangenis tot geloof komen, de Heer Jezus Christus aannemen en belijden en vergeving vragen voor die moord die we hebben gedaan. Geloof zeker dat het bloed van Jezus Christus, zelfs voor iemand die je moord pleegt, genoeg is. Dat betekent niet dat we op die dag uit de gevangenis worden bevrijd. Dat betekent niet dat we onze schuld niet hoeven te... dat we onze straf ontlopen. Maar Gods, de straf die we van de Heer God op de zonde ontvangen, die is op Jezus gelegd. Daar gaat het over. En zo is het eigenlijk ook met heel ons leven. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En dat is echt zo prachtig, als we dat gaan begrijpen met elkaar. Dat we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Als we terug in 1 Petrus 4, waar we het net over mee begonnen, dan zie je al die dingen die de wereld om ons heen doet. Die ze eigenlijk misschien niet eens willen, maar die gevolg is van de keuzes die ze hebben gemaakt. Dronkenschap, zwelgpartijen, seksualiteit, misschien heeft u er wel last van. Losbandigheid. Dat u dingen ziet op internet die u niet wilt, waar u tegen strijdt en dat het toch keer op keer weer terugkomt. Dat er gedachten in uw hoofd zijn die u keer op keer omlaag trekken. Dat u moeite hebt met, misschien was het wel met alcohol als het hierover gaat, walgelijke afgoderij. Klinkt als iemand die naar een tempel gaat en gaat knielen voor een beeld. Maar betekent gewoon dat alles wat belangrijk is in het leven met dan de Heer Jezus Christus, dat het afgoderij is. Misschien heeft u daar wel moeite mee. Omdat u dingen weet in uw leven die belangrijker zijn dan hem. En dat dat keer op keer trekt. En dat u eigenlijk, zonder dat u dat wil, toch opnieuw weer in die val trapt. Maar hier staat in Romeinen 6, dat wij niet meer als slaaf de zonde hoeven te dienen. Het is niet meer nodig. Het is niet meer verplicht, zou je kunnen zeggen. We hoeven het niet meer te doen. Het is ook niet meer nodig. Want we hebben een nieuwe geest in ons leven ontvangen. De geest die we hebben ontvangen met Christus Jezus. En die zegt, die is vrij van de zonde. We zitten niet meer in het moeras. We zitten niet meer in het drijfzand. We zijn niet meer aan het trappelen om uit het zand te komen, want we mogen leven door Jezus Christus. Betekent dat we nooit meer strijd hebben? Dat we nooit meer moeite hebben? Dat er nooit meer moeilijke gedachten komen? Dat je nooit meer in verleiding kan worden gebracht? Dat betekent het niet. Het is nog steeds strijd. Daarom zegt het woord ook dat we ons moeten wapenen met die gedachten. Dus die strijd is er wel, maar er is mogelijkheid om te overwinnen in Jezus Christus. In Jezus Christus is de overwinning. Want wie gestorven is, vers 7, is rechtens vrij van de zonde. He, dat ging eigenlijk over het voorbeeld van die man die het miljoen schuld had.
En als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Dus de doop gaat niet alleen over sterven aan jezelf. Het gaat ook over leven met Christus. En dat is een ander leven dan het lichamelijke leven. Want dat lichamelijke leven dat wordt eigenlijk steeds minder. Naarmate je ouder wordt, krijg je meer moeite. Word je zwakker in je lichaam. Er komen misschien meer ziektes. En na verloop van tijd dan is dat lichaam op en dan sterft het. Maar het leven met Jezus Christus, dat eindigt niet. Dat wordt alleen maar mooier. En als we dan ontslapen, zoals het woord van God zegt, dan zullen we leven met Christus. Eeuwig leven. Daar komt geen einde aan. Dan leven we met hem in zijn aanwezigheid. In zijn vreugde. Dan heerst de dood niet meer over hem, want zoals Christus opgewekt is uit de doden, zo sterven wij ook niet meer. Vers 9. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Het is alvast een stukje paaspreek, dat we mogen weten, de dood heerst niet meer over Jezus. Hij is opgestaan, hij is opgevaren. En doordat de dood niet meer over hem heerste, hoeven wij ook niet meer te leven voor de dood als het ware. Mogen we leven voor de levensvorst. Vers 10, daar sluit ik mee af. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Die zonde heeft geen macht meer. Bij Jezus Christus geen macht meer. Maar als we in Jezus Christus zijn, dan mogen wij door het bloed van het lam, door de kracht van de Heilige Geest, nee zeggen tegen de zonde. Mogen zeggen, nee, deze zonde wil ik niet doen, want ik leef voor mijn heiland. Ik leef voor Jezus Christus. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Dat is mogelijk. Het is niet onmogelijk, het is mogelijk. Dat betekent niet dat er geen strijd is. Die strijd is er wel en die zal er ook zijn totdat we sterven. We leven in een wereld met verleiding. We leven in een wereld met moeite. We leven in een wereld die keer op keer ons wil verleiden om de zonde te doen. Maar wij mogen leven door de kracht van de Heilige Geest. Door het leven van Jezus Christus, de levensvorst. Leven voor God. Amen.